Julius is de grootste instelling voor beschermd wonen in deze regio. In Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht kunnen ruim 200 mensen terecht die psychische problemen hebben. Ze worden er bijvoorbeeld geholpen met een medicatie en leren hoe ze structuur aan kunnen brengen in hun leven. Door die begeleiding, die specifieke begeleiding, kunnen mensen weer stapjes zetten naar zelfstandigheid. En het huis biedt ze de veilige context om dat binnen te doen. En als je beide kwijtraakt, ja, dan stort voor een deel ook even de wereld in. Het ging allemaal mis toen de bekostiging van het beschermd wonen werd overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Hierbij is onder meer in het geval van Dordrecht een rekenfout gemaakt. Het gaat mis bij het ministerie. Die heeft een aantal instellingen bij ons niet gevraagd of daar mensen zitten. We hebben met 21 aanbieders een contract. En bij 8 aanbieders hebben ze dat maar gedaan. Dus zijn ze er een hoop vergeten. En die zijn dus niet meegeteld. En is het budget dus verkeerd verdeeld. Alleen al voor Julius betekent dit dat er zo'n 70 beschermd wonenplaatsen wegvallen. Nieuws dat uiteraard voor een hoop onrust heeft gezorgd. Dat maakt niet alleen de cliënten, maar ook familie van cliënten erg nerveus en onzeker over de toekomst. En dus trok de wethouder vandaag naar het Binnenhof in Den Haag om bij staatssecretaris Van Rijn aan de bel te trekken. Met zo'n tekort van 4 miljoen wordt het voor ons wel heel erg moeilijk. Dus wij zeggen ook staatssecretaris, er is een fout gemaakt door jullie en pas nu bij. De staatssecretaris heeft inmiddels laten weten zijn fout te gaan herstellen.